Haagse mensen die ik graag ontmoet. En ook vol herinneringen. Haagse Haag, zoals het maar kan zijn. Het is je stad, je eigen. Het voelt vertrouwd, het is Haagse terrein. Florentia, de Torrenstraat, passeert ook de revue. Maar ook actuele zaken, Haagse dingen ook van nu. Ja, van alles, van de oudbouw tot de nieuwbouw op het struin. Ja, Den Haag, die Haagse dingen, ja, zo Haag zoals Haag kan zijn. Haagse dingen, het voelt vertrouwd, het kan gewoon niet Haagse zijn. Welkom bij een nieuwe aflevering van Haagse Dingen. Met in deze aflevering de volgende onderwerpen. Straks doen we mee tijdens een lesje kookgym, maar nu eerst een portret over een poptheater. Daar is mijn oorbel, Mirjam. Ja, dat is het in de tas. Zit hij in de tas? Au. Voorzichtig, voorzichtig. Ja, ik ben ook geen 18 meer, hè. Nee, ja, dan moet je maar niet gaan paard rijden. Ja. Wat wil jij doen? Wat doe? Oh. Wil jij die andere doen? Ja. Die heeft hetzelfde. Ja. Als je maar niet met je vingers ertussen komt. Ja. Dat is altijd erg pijn. Nou, ik sta hier bij een hele mooie poppenkast. Stellen jullie jezelf even voor. Marcel Oudenbroek. Ik ben Mark Vaassen. Mirjam Gijsels. Lucienne Cuperes. En hoe heet dit ding eigenlijk? Wijk Poppentheater, Koos en Kleppie, komt ten af. Bij de poppenkast. Hoi, hoi. Container. Koos en Kleppie heten namelijk van hun achternaam Container. En ze wonen in de container. En dit is een zeecontainer. En die reist in de winter om verhalen te verzamelen voor de zomer. Zodat we op de zomer weer in pleinen van Den Haag kunnen spelen. Je kunt in ieder geval niet warm krijgen. Nee, niet koud. Het blijft koud. Blijf kort, zie je, er komen echt al wat mee. Ik heb even wat van haar gekregen. Oh, maar heb ik echt leuk met die halen. Hoe zijn jullie ooit ontstaan als poppengezelschap? Volgend jaar bestaan we 20 jaar. In Theater Pierrot met Theo Westerduin. En gingen we praten, een idee van een reizend... theater wat open gaat als de theaters dichtgaan. En toen kwamen we eigenlijk op het idee om een container te nemen. Zonder wielen. En hij is dus, staat gewoon in de wijk. Hij blijft over het algemeen 2 weken staan. En dan gaan de kinderen op de container passen zodat hij mooi blijft. Wat het leuk is, vind ik die bekjes altijd. En Marjan ook. Gina ook zo leuk. Gina ook. Ja, Gina kan je dat. Die speelt toch niet op het festival? En heeft ieder zijn vaste taken, wisselende taken? Nee, mijn poppenspelers. Dit zijn de poppenspelers, Marcel en Lucienne. Die hebben ook een eigen poppentheater. En die komen in de container spelen, hun voorstelling. En het is een initiatief van... nou, ik zorg dat er geld komt en dat we ergens kunnen staan. Ik geloof dat ik... Hele mooie muziekinstrumenten. Mag je wel eens even wat uitzoeken? Trommel en wel voorzichtig ermee, hè? Niet met zo'n mooie hand. Ik zit hem even zo. Waar is die? Heb je een trommelstokje nodig? Kijk, die is... En hebben jullie nog speciale verhalen of een verhalen met een boodschap? Want wat is jullie meer anders dan andere poppentheaters? We zijn anders dan andere poppentheaters omdat we met een sociale cohesie werken, zodat kinderen ook daarna in de poppenkast kunnen spelen. Voordat het poppenspel gespeeld wordt zijn we meestal bezig met een beetje de dramaturgie voor de kinderen, waar ze op moeten letten met het spelen. En zeker als het droog is. Nu is het een beetje, hè? Kijk, die is er ook. Goed in je rollen, knoppen. En lekker die hoesje van jou. Nee, die lag er al. Kom Marcelo. Ja. Ga jullie nu spelen? Zo meteen spelen. Hij shit, ja. En na de voorstelling kunnen kinderen mee, hoor. Ja. Dan gaan ze naar de poppenkast kijken. Het is een meerwaarde, het is buiten. Ze moeten blijven kijken. En daarna mogen de kinderen in de container. En de meerwaarde is ook dat het project van hun is. Zij gaan opletten op de container. Je doet het ook met z'n allen, hè? Van, ja. Je ziet het ook met opbouwen, afbreken, dat de kinderen dat ook doen. En ja. Ze doen het allemaal mee. Ja. Wie komt daar kijken? Frankrijk is het leuk. Wij, hier is het leuk. Frankrijk is het leuk. Hoe heet het plaats? Maar hier is het leuk. In het Pumpenpark. In Frankrijk is het leuk. In het Pumpenpark is het leuk. Maar hier in het Pumpenpark is het leuk. Kom kijken, jongens. Hoe koos? Wat ik ook de meerwaarde vind, het feit juist dat je het theater meeneemt, dat je niet vastzit aan één gebouw. Ja. Ja. We brengen het theater naar de kinderen toe. Ja. In de hoop dat ze van daaruit ook weer naar de grote theaters gaan. Mm-hmm. Want dat is natuurlijk ook nog steeds ontzettend goed en leuk en fijn. Ja. Lekker jullie zo. Dit is Kleppie. Ja. Jullie vragen altijd vrijwilligers om te helpen. Hoe zit dat? Nou, alle kinderen die plukken we van de straat. Hè? Ja. Willen jullie helpen met de techniek? Oh, de ouderen vinden dat natuurlijk heel erg leuk. Of de bankjes neerzetten, de bankjes opruimen. Dus dat, zodat je meer, ja, dat je een gevoel van samen hebt. Dat je het samen doet. Als je mij hoort, dan moet je op de instrument even heel hard wandelen. Afgelopen lied. Wil jij nog iets? Oh, Koos? Ja. Moeten we nog doorspelen of moet het stil zijn? Zullen we nog eentje doen dan? Ja. En dan gaan we daarna naar de voorstelling kijken. Ja, oké, want er zijn nog kinderen die hebben geen instrument. Pak ik even voor. Goed aan, hè? Of we doen daar gewoon het regent. De pannetjes worden nat. Zet hem maar in. Nee joh, want dan gaat het gieten. Dat moeten we niet hebben. Zie je de zon? Hoor je de vogels? Ruik je de bloemen in de balen? Ik zie ook dat zelfs wat oudere kinderen schieten eens wanneer die binnen. Oh ja, dat heb ik vroeger ook leuk gevonden. Ja, dat kan ik alleen maar ja op zeggen. En zoals je net ook merkte, ze vinden het ook. Oh, we willen in de container. En dan zijn ze daar en dan vinden ze het dood. Kijk nou, wat een nieuwe! Nee, die is van, hoe heet ze nou? Bediening. Die zat hier in de tas. Oh. Die heb ze allemaal gekregen. Oh, wat leuk. Lijkt heel leuk. En de twee andere poppenspelers. Wat voor poppentheater hebben jullie? Ik heb een rondreizend poppentheater en ik kom uit Amersfoort. Ja? En ik speel voorstellingen door heel het land. Mm-hmm. En wij onderaan 18 jaar al in deze container. Ja, ik heb ook een reizend theater. Ik kom uit Wijk en ik reis rond en bouw altijd voorstellingen op. Niet alleen poppenkast, maar gewoon ook theater met poppen. Mm-hmm. En ja, ik weet niet hoe lang ik hier in de container speel. Even tussen een pauze gehad, maar ik ben wel blij dat ik alweer een paar jaar weer mee mag spelen. Mm-hmm. Want het is toch wel heel super. Ja, wat is hij? Koos, ja. Hey, Koos, wat denk jij? Zullen we gewoon de voorstelling gaan beginnen? Lijkt me een goed plan. Ja, Want stel je voor dat het heel hard gaat gieten, hebben ze toch nog een stuk gezien. Ja, het gaat helemaal niet gieten, Koos. Oh nee, blijf erop, blijf erop. Ik ga even iemand voorstellen. Deze meneer, die is namelijk van de geluidstechniek en de verlichting en het opbouwen. Dus dat is tevens de man van Mirjam. En hij zorgt ervoor dat alles belicht is en dat er geluid is. En dat is natuurlijk ook voor ons wel fijn, want daar hoeven wij niet op te letten. Nee. En hij is ook de man die de container op zijn rug neemt. Ja, dat doet Jan Konijnenburg. Dat doet Konijnenburg. En die doet het ook al die jaren van begin af aan. Ja. En die zei ook, ja, het is wel een beetje moeilijk een container, want het is een zeecontainer namelijk. Ja. Maar die kan die niet zo goed op de vrachtwagen laden. Nee. Maar die komt overal. Ja. Dragana, waar zit je? Dragana, waar ben je? Dragana! Dragana, waar zit je? Goedemiddag allemaal. Hebben jullie toevallig ook Dragana gezien? Ja, die hebben wij gezien, hè. Die ging die kant op. Ging je die kant op? Ja, Ging ze die kant op? Ja. Hebben jullie dat echt gezien? Echt? Ja. Zitten jullie niet een potje te liegen, hè? Potje te liegen wel, nee. Ben je een beetje te jokkenbrokken, hè? Nee, dat doe ik echt niet. Nee. Hallo, ik ben Patrick Stanowski. Ja. Ja, en jij was vandaag als vrijwilliger actief? Ja. En waarom vind je dat leuk om te doen? Ja, ik doe veel bij techniek, bij school. Ja. Wil je ook geluidtechnicus worden of zo? Nee. Maar je deed toch ook DJ'en? Ja. Ja, dat dacht ik al. Dat komt daar vandaan. Je bent dus een DJ. Wil je ook in de muziek, zeg maar? Ja, ook. Nog beroemder als DJ Chesto en Armin van Buuren. Ja. Nou, wie weet kan je nog een muziekje voor hen maken. Misschien, ik weet niet. Oké, nou blijf lekker helpen, want ieder hulp is meegenomen. Ja, oké, dankjewel. Hoi Sophie. Jij bent toch niet Najib? Jij bent Lange Jan. Ja, maar ik ben toch wel een hele grote vriend van je? Ja, dat is waar. Maar oh! Kun je even kijken of hij eraan komt misschien? Want misschien is Najib het een ietsiepietsie vergeten. Ik zal even kijken hier. Ik zal even kijken daar. Ik zal even kijken hier. Ik zal even kijken daar. Ik zal even kijken hier. Ik zal even kijken daar. Nee. Oh, daar achteraan misschien. Daar achteraan. Wat doe je nou? Ik knak een beetje om, Sophie, maar wacht. Heen en weer, ja, wow. Heen en weer. Heen en weer. Ja, toen nou, schiet een beetje op. Ja. Zal ik hem maar even helpen, want misschien gaat het dan wat sneller. 1, 2, hop. 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 Zo. Oeh. Ik heb toch 1, 2 hop te veel gedaan. Onze muziek is heel speciaal. Die is ooit gemaakt door Mohammed Ben Chakchak. En de liedjes zijn ingezongen door kinderen uit Spoorwijk. En dat is ondertussen ook al 21 jaar geleden. In het Nederlands en in het Arabisch. Ja. Dus dat vinden we heel bijzonder, deze cd. En als die kinderen nou de eigen terug horen, wat vinden ze? Ik hoop, volgende week gaan we namelijk naar Spoorwijk. Ja. Ik hoop dat er mensen zijn die dat herkennen. Waar kom jij nou ineens vandaan, man? Oh, man, ik was gewoon de weg een beetje kwijt. En toen zag ik Lange Jan kijken net, hè. En toen dacht ik, hé, als ik Lange Jan zie, is dat vlak bij Sophie. En dat klopte. Precies. Hé, wat gaan we doen? De poppenkast is hier omdat ze hier een feest hebben. Het Puntpark wordt geopend door de wethouder straks. Oh, maar dat is hartstikke leuk. Weet je wat? De feestlinten. Oh ja, de feestlinten. Ik pak ze aan deze kant. Ja? Pak jij ze aan de andere kant? Ja. Dan tel ik tot 3 en dan gooien we ze over de rand. 1, 2, 6. Oeh, fout. Nou, laat mij er maar tellen hoor. 1, 2... 13! Oh, weer fout. Nou, zijn de mensen die kijken hiernaar, hebben jullie vast wel een eigen website? Ja, www.wijkpoppentheater.nl. De gitaar. Nou mensen, van harte welkom bij de kookgrill op de Bezuidenhout. Het is een initiatief geweest van Pierre Wind. En Pierre Wind vond het belangrijk dat mensen in Den Haag, de wat oudere mensen vooral, wat gezonder zouden gaan eten, maar ook wat meer zouden gaan bewegen. Nou, hebben jullie hier vandaag iets bijzonders georganiseerd? Kan je er iets over vertellen? Nou ja, dit is een van de locaties waar we de kookgym hebben gehouden. En het leuke van de kookgym is dat mensen uit de wijk in hun eigen omgeving met elkaar konden eten. Het eten prepareren en klaarmaken. En wat bewegingen met elkaar maken, zodat ze ja, inderdaad gewoon weten van dat gezond eten, ja, dat doet langer leven. En veel bewegen is ook gezond. We gaan beginnen met een welkomstdrankje. De typische Pierre Wind. Omdat het zondag is, en dat hoor ik van Chemiel, van is er een extra variant. Dat betekent dat we kunnen kiezen uit Sparo of Prosecco. Dus ik wil wel weten van degene die Prosecco mogen hebben, of alcohol mogen hebben, dat ze ook een daadwerkelijk goede keuze maken. Allemaal? 7. Ja, nee maar. 2 baartjes. Maakt niet uit. Dat is gezond. Ja, kan je ook gewoon opeten. Nu werken jullie met een handig boekje. Is het de bedoeling dat dat meerdere boekjes zijn? Of hoe werkt dat? Nee, Pierre Wind die heeft een boekje gemaakt voor de kookgym. En daar staat een strak recept in wat je ook zelf, je kan het zelf interpreteren. Dat maakt helemaal niet uit hoe je het doet. Maar dat je in ieder geval wel houdt enigszins aan de recepten die Pierre heeft gemaakt. En ja, dat is natuurlijk alleen maar gezonde dingen. Natuurlijk ook weer heel bijzonder, want Pierre heeft altijd bijzondere dingen. Maar in principe is het zo dat het puur gezondheid inhoudt. Mag ik dat aftrekken? Ik wil gewoon blaadjes nemen. Blaadjes plat maken, zoals Kenny doet. Kijk, zoals Kenny doet. 2 platte blaadjes op elkaar en dan 2 setjes maken. 2 keer 2? Ja. Prima. Ik ruik hier al die kruiden. Ja. En we willen de boekjes natuurlijk, dat laten we ook weer doorgaan naar andere gelegenheden. We hebben bijvoorbeeld alweer met een Pernassia hebben we afspraken gemaakt, met Florence. Maar ook met particuliere clubhuizen waarvan ze zeggen van dat willen we graag ook bij ons houden. Zelfs nog bij een woningcorporatie. Dus ik weet dat het als een sneeuwvlek dadelijk over Den Haag gaat. En wat je dan doet, rol de blaadjes in elkaar. Dus maak er 2 setjes, rol in. De 2 verschillende kruiden rollen in elkaar. Juist. Heel strak oprollen. En strak oprollen, inderdaad. Lukt het? Ik weet het niet. Dus tussen 1 blaadje munt en 1 basilicum, die mengen samen. Ja, wordt een hoedje. En dat ga je dan, eventjes voor de alle zekerheid voor iedereen, ragfijn proberen te snijden. En met ragfijn bedoel ik ook zo klein mogelijk, hè? Dus dan doe ik het even bij u voor. Zo klein mogelijk. Ziet u? En wat doen we daarmee? Dat gaat gewoon in het glas. Ik zit hier met een jonge dame. Kunt u zelf even voorstellen? Ik ben Tini Urbanus, ik ben 85 jaar. Je volgt nu de kookles. Waarvoor wilde dit meedoen? Nou, het lijkt me wel leuk. Ik vind het leuk om met de andere mensen dat te doen. Dus ik vond het wel een leuk idee. Dus daarom heb ik me opgegeven. We nemen 1 radijsje, die snijden we lekker door het midden. En die gaan we ook ragfijn snijden. Echt zo klein mogelijk allemaal. Radijs is zo dadelijk voor de afwerking. Want de radijs gaat dadelijk bovenop de Prosecco of op de Sparo. En hoe is het nou om deze cursus te volgen? Lachen. Lachen, ja. En leuk. Jammer dat er wat weinig mensen zijn, maar wel leuk. Jij hebt een glas appel. Wat is er nou? Is het door de hele stad gedaan? We hebben, hiervoor hadden we 8 locaties. Dat was in de maand augustus. En september hadden we 8 locaties, hadden we een soort try-outs. En dat werd al heel bijzonder en druk bezocht door de mensen. En we hadden de afspraak staan dat we dus probeerden om op 16 locaties dus kookgrims te houden voor mensen in Den Haag. En als je dan ziet dat, ja, je moet toch schipperen. Je ziet dus dat mensen afvallen en dan heb ik het puur over de mensen die het organiseren. En dan moet je toch weer een beetje gaan schuiven. We hebben nu ongeveer op 12 locaties hebben we, dacht ik als ik het goed heb, doe ik het even uit mijn hoofd, zo'n 124 mensen hebben we gehad. En wat je nu moet doen, voordat de prosecco erin gaat, met je vork de emulsie doorrotaan. Dat het groen door het water moet gaan. Perfect. Uitstekend. Even kijken of je ligt. Heel rustig schenken erover. Ja. Dus dit is met Tia Maria. Ja, wat leuk. Ja. Ja. Heel rustig schenken. Slagroom, nou, dat is goed, hè? Een beetje heel erg veel. Ja, ja, genoeg schelen zijn we allemaal. Daar bovenop, Norma. Gooien wat radijs. Alles komt te gooien, maar dat het even juist. Ja, dat doet u hartstikke goed, dat hebt u vaker gedaan. Ja, maar hij is ook coach. En al vreemde dingen ontdekt wat u nog niet wist? Ja, van die verschillende kruiden. Ja, ik wist wel dat ze er waren, maar ik gebruik ze haast nooit. Dus dat is natuurlijk wel leuk. Dat kan ik dan een andere keer proberen bij mezelf. Probeer het eerst maar zo. Proef het maar eens. Kijk uit, een beetje nippen. Nou, je proeft er nog niet veel van. Goed zo? Van die kruidjes, daar proef je nog weinig van. Nee, oké. Okay. Heeft u allemaal geproefd? Ja. Nou, even met de vork. Er goed doorheen. Lekker roeren. Ik denk dat dat heerlijk is. En dat iedereen dan, dat hadden we de verleden keer, iedereen dan allemaal van die groene ja, dingen tussen zijn tanden. Hè, zo. Nou, laten we het gewoon. Proost, allemaal. Proost. Proost. Lekker. Lekker? Ja. Apart, hè? Ja, dat vind ik kruiden wel lekker om erbij te nemen. Wilt u bij deze les nog iets bijzonders proberen of leren? Nou, het is allemaal bijzonder wat we op het ogenblik gedaan hebben. Zo. Dunschellen vragen die al op tafel om, hè? Nee, kan je, die ligt op tafel, hoor je net. Ja? Ja, hoor je. Dat je allemaal dunne plakjes krijgt. Ik heb dit nog nooit gezien. Dunne plakjes snijden. Ik heb geen plek. Het wordt steeds moeilijker. Ben je nog bezig? Ja. Ja. Het heet kookgym, maar leg dat even uit hoe dat precies werkt. Want we hebben natuurlijk alleen mensen bezig gezien met het koken. Ja, nou. Wat zo leuk is, en dat weet Pierre ook, is dat we dan, en dat hebben we op alle andere locaties doen we dat ook. We hebben er als het ware een kookcoach bij die ook de kookgym doet. En dat betekent dan dat de mensen op de stoel bewegingen maken. Dat heet bewegen in je eentje. Dat is ook een dingetje van Pierre en van Kitty. Kitty van de gemeente. Dat hebben ze verzonnen. En dat is niet intensief. Maar dat je toch tijdens, zeg maar, tijdens het koken, het prepareren van het eten, toch wel handelingen doet die, dat de mensen toch in beweging blijven en komen. Maar je zal merken dat je een heleboel smaken mist die je gewoon normaal gesproken altijd al proeft. Dat je zegt, dat moet zout zijn. Dankjewel. Dus wat heb ik nou gedaan? Ik heb de Vlaamse soep gemaakt uit de hele wereld. Ja, ik heb gewoon in je soep gooien. Dat mag niet. Nee. Hoe hoeft het nou? Het zijn alleen maar groentes. En te veel zouten zijn ook niet goed. Jullie moeten het nog leren. Jij een lepel? Ja, dat is een flauw is, want ja, wel mee. Ja, dat is een flauw, dan moet je er gewoon zout bij doen. Lekker. Ja, dat wel, maar dat niet. Maar mensen, eet smakelijk. Eet smakelijk. Iets onthouden wat u volgende keer thuis gaat proberen? Ja, dat ga ik toch wel proberen, die soep. Vond ik wel leuk. En ja, dit met die kippenpootjes, dat vond ik een beetje moeilijk. Om een kippenpootje echt van zijn pootje af te halen, weet je, van het bot af te halen. Dat vond ik wel... maar dat hoefden we gelukkig hier niet te doen. Dat heb ik niet gelijk. Ja. En het drankje, gaat u dat ook maken? Nou, ik denk het niet. Nou, ik drink normaal nooit alcohol, dus daarom doe ik het maar liever niet. En het drankje, gaat u dat thuis ook proberen te maken? Ja, dat vond ik wel lekker. Ja? Ja. En wel een vreemde combinatie, hè? Ja, appelmoes en een borreltje erin. Ja, hele vreemde combinatie, maar ik ga het wel proberen. Ja, ja. Dus ja, de filetjes die zijn bijzonder lekker. Want wat is nou het geheim van het filetje? Dat is A, de honing natuurlijk, want je draait ze ook nog even door, over de poort door de honing. Sinaasappelsap. Zijn hierna nog plannen? Of komt het nog terug? Gaat het verder groeien? Mensen, Pierre en ik hebben natuurlijk gezegd tegen elkaar van oké, we doen eerst die kookgym-sessies. En voor ons is het ook heel erg belangrijk dat de burenhulpcentrale, waar wij dan, daar ben ik dan de coördinator van de stad van, dat die ook bekendheid krijgt. En we hebben dat ook een beetje uitgerold onder de deelnemers van onze burenhulpcentrale. En wat wij willen is dat we dadelijk, zeg maar, met eetmaatjes gaan werken. Eetmaatjes plus, om wel te zijn. En eetmaatjes plus houdt in dat mensen op een nummer kunnen bellen van de burenhulpcentrale, of tenminste van de eetmaatjes in dit geval. Dan worden ze doorgeschakeld naar de burenhulpcentrale en dan kunnen ze bijvoorbeeld aangeven dat ze graag eens met een ander willen eten. Of bij hun thuis, op een locatie. Dan gaan ze samen boodschapjes halen. Ze gaan samen het eten prepareren. En ze eten samen op. En dat is natuurlijk weer contact met elkaar. En dat kan ook weer uitvloeien dat mensen zeggen van dat is leuk. Dat willen we bijvoorbeeld in een clubje gaan doen. In feite is het eigenlijk de opbouw dat mensen iets meer met elkaar gaan ondernemen. En dat doelen we natuurlijk vooral op of de mensen, de wat oudere mensen. Hiermee zijn we gekomen aan het einde van deze aflevering. Bedankt voor uw aandacht en graag tot volgende week. Dag. Haagse dingen ook voor nu. Ja, voor alles van de uitbouw tot de nieuwbouw op een spuit. Het werden we van Hagenaars, ook van de jongelui en van de oudjes die nog weten hoe het leven vroeger was. Haag, het Haagse leven, heel erg rijk of krab en kal. Ja, Den Haag, die Haagse dingen, ja, zo Haags als Haags kan zijn. Haagse dingen, het voelt vertrouwd, het kan gewoon niet Haagse zijn.